laatste 8 races heeft Nederland gewonnen. En 8 keer was Wüst daarvan de kapitein. Ook nu is dat zo. In eerste positie. Irene Wüst op zoek naar haar 4e Olympische gouden medaille. En dat zal haar brengen in een illuster rijtje. Maar zover is het nog niet. En nog 5,5 ronde. Wozniak op kop bij de Polen. Bagnera Tsourous in het midden. Slotkowska erachteraan en hier marcheert het dan niet goed. Wies is al heel veel tijd. 19-9 is wel heel erg langzaam. In de halve finale openen de Poolse vrouwen onder de 90 seconden. Irene Wüst. De eerste rondje Nederland ging net in 32-07 nu weer. De Poolse vrouwen openden in de halve finales in 33,5 en geven nu een anderhalve seconde toe. En waar dachten ze die op Nederland te kunnen goedmaken? Ik denk nergens. Polen lijkt al in zilver te berusten. Het opstellen van Wozniak is een cadeautje. 59,9 onder de minuut. Daar rijdt Nederland nu onder het schema van het wereldrecord. We gaan nu echt alle remmen los. Jorien ten Mors, die zichtbaar vermoeid was na de halve finale. Maar ze hebben de Poolse vrouwen al in het zicht. Het schema wereldrecord geeft hier aan 1.28.26. Nederland 1.28.47. 2/10 erboven. Het wereldrecord kun je niet verwachten hier. Het is een hooghandbaan, een Olympisch record al wel weer. Is al 2 keer gereden door de Nederlandse ploeg. Ja, ze zien het ook. Die Poolse vrouwen zien ze als ze uit de bocht komen voor zich het varkentje is gewassen. Het is een kwestie van blijven staan. De suprematie is overweldigend. Hetzelfde schema als in de halve finales toen dezelfde vrouwen reden. Polen maakt er geen wedstrijd van. Wüst op kop. Leenstra ter Mors op weg naar goud. Wüst is in het verwonderde. Hoe konden we zo langzaam zijn? 4 jaar geleden en 8 jaar geleden. Het gaat zo makkelijk met de Nederlandse vrouwen. Nog 1 rondje. En Wüst heeft haar 4e Olympische gouden medaille. Ter Mors haar 2e. Voor Leenstra zal het de 1e Olympische medaille worden. Kwestie van blijven staan, geen fouten maken. Polen heeft zich vanaf het begin geschikt in een rol op het tweede plan. Irene Wüst, Marit Leenstra, Jorien ter Mors op weg naar goud. Het beste hoeft er niet boven te worden gebracht. Toch komt er weer 2.58.05 uit. Het 3e Olympisch record dat Nederland hier bij elkaar schaatst in 2 dagen. Polen wist zich vooraf verzekerd van zilver en nam daar genoegen mee. Irene Wüst komt in een rijtje met Inge de Bruin, Leontien van Moorsel, Fanny Blankers-Koen en de ruiter Charles Pahut de Mortange met 4 keer Olympisch goud. Zij heeft dan bovendien nog 3 keer zilver en 1 keer brons.